Luisteraar Ruud vroeg jou, Jurgen, gisteren hoe het moment heet waarin de nacht overgaat in de dag. En jij wist het niet? Nou, ik dacht de ochtend stond. Ja, had ik had een suggestie of je dacht... Nou ja, je wist het gewoon niet. Nee. Je deed in ieder geval een oproep of andere luisteraars misschien wel een idee hadden. Ja. Nou, dat hebben we geweten. Er is massaal op gereageerd. Er kwamen allerlei voorbeelden langs, ook uit het buitenland. Annemarie app bijvoorbeeld dat het in Spanje madrugada heet. En volgens Karel heet het in Frankrijk le point vierge, het maagdelijke uur. Veel genoemd zijn ook het uur van de wolf en ochtendgloren. Maar uiteindelijk gaat Ruud zelf ons de verlossing geven, want hij heeft vanochtend van zich laten horen, want hij weet het antwoord. Het voordeel van social media is dat ik daarna, gisteren, terwijl ik niet eens wist dat het werd uitgezonden, heel veel ben benaderd. Het antwoord kwam van een boswachter. Die zei dat is het blauwe uur. Nou moet je het blauwe uur niet al te letterlijk nemen. Dat is geen 60 minuten, dat is een heel kortdurend, bijna magisch moment waarin de nachtdieren gaan slapen en de ochtenddieren nog niet wakker zijn. En dat is ook precies de reden dat ik het in de file nooit meemaak. Altijd mis. Ik doe dus niks bijzonders of raars in die file. Maar je moet ervoor in de natuur zijn. Ja, want hij had er ook nog bij gezegd gisteren van dat hij dat magische uur dus altijd mist. Ja, maar het is dus geen uur. Kijk, nee. Dat is ook een beetje. Nou, ik vind blauwe uur vind ik een mooie. Heel mooi. Ja, prachtig. Ja. Een appje dan van Loek Gijben over een fragment uit Zondag met Lubach dat we eerder vanochtend lieten horen, waarin Lubach de themamaanden zoals Stoptober en Movember op de hak neemt. Aandacht voor niet per se mooi, maar wel heel praktisch groeisel is er in Croctober. In Movember staat geen enkel gender centraal. Ook wel eens lekker. We sluiten het jaar af met deze emmer. Dan zitten we al in 2021 en dat is het jaar van de muziek. Te beginnen met Jazuari, gevolgd door Felix. Het ging nog de hele tijd door. Het ging tot 2023 ongeveer. Alle gekke maanden, zogenaamd dan. Hè? Maar goed, Loek Gijben die zegt, dat heb je ook met dagen. Het is bijna elke dag wel een dag van. En hij wijst daarbij ons op de site fijnedagenvan.nl... waar al die dagen op staan. En daar heb jij natuurlijk even op gekeken. Ja, en dat is echt gewoon best grappig om even te doen. Wat is het vandaag? Het is vandaag de dag van de BHV, de bedrijfshulpverleners. Oh, en ook de dag van de participatie. Oh. Zal ik er nog een paar noemen van later deze week? Internationale dag tegen schade aan de natuur tijdens oorlog en gewapende conflicten. Okay. Ja, de dag van de misofonie komt er ook aan. En de dag van de stralende beroepen. Misofonie, dat is mensen die niet tegen die geluiden kunnen. Ja. Iemand zit te smakken of met een krijtje op het bord. Oh, ja. Ja, en stralende beroepen, dat gaat niet over mensen die stralen, maar beroepen met straling. Dus radiologen en scans op vliegvelden en zo. Oké. Okay. Een vraag van Nienke. Die vindt altijd de opening van de uitzending zo leuk. Jurgen, jij noemt dan altijd iets wat op deze datum in een ander jaar is gebeurd. En ooit vertelde je over de dag dat de blauwe M&M werd toegevoegd. En dat heeft Nienke altijd onthouden, omdat op die dag ook haar schoonzoon jarig is. Dus ze had ook meteen een leuk verhaal op het feestje van die schoonzoon. Maar nou is de vraag, waar duikel je al die lollige feitjes op? Dit is trouwens wel precies waarom we het doen. Hè? Om aan het begin even die uitzendingen, dan dat iemand dus bij de koffiemachine kan zeggen, nou, ik hoorde vanochtend op de radio dat de blauwe M&M is toegevoegd. het is eigenlijk heel simpel. Je toetst gewoon bij Google de datum in en je krijgt een hele lijst met allerlei feitjes van die dag. Verjaardagen, mensen die overleden zijn op die datum, maar ook allerlei gebeurtenissen, zoals deze ook. Ja. Dan blijven we bij de radio, want hoe moderne de technieken tegenwoordig ook zijn, het gaat nog wel eens mis. Gisteren ging het hier helemaal niet goed. Er ging iets kapot in onze studio en we waren even niet te horen. En Marleen die vraagt zich af of de studio inmiddels alweer gemaakt is. Nou, het is nog niet gemaakt. Ze zijn nog steeds mee bezig. Dus wij zitten nu tijdelijk in een andere studio. Hier. Valt best wel goed, hè? Ja. In principe hebben we daar vanochtend niks van gemerkt, want deze studio is precies zoals die andere waar we altijd zitten. Ja. Zelfde dingen zitten erin, dezelfde knopjes en hier werkt het allemaal wel. Ja. Tijdens die stilte gisteren, Jurgen, sprak jij memorabele woorden. Namelijk tjoep, tjoep, tjoep. Vandaag ook al een paar keer. Dat hebben veel mensen gehoord. Onder andere ook Stefan Stassen, onze Radio 2-collega. En die heeft even een remix gemaakt. Zodat we dat misschien volgende keer als noodbandje kunnen instarten. Jongens, wat is hier aan de hand? Dit is een andere trein. Loco, locomotief. Tjoep, tjoep, tjoep. Ja? Ik heb het idee dat ik weet niet bijna... Tjoep, tjoep, tjoep. Tjoep, tjoep, tjoep. Tjoep, tjoep, tjoep. Tjoep, tjoep, tjoep.
De verbinding met de studio is verbroken. Zodra we dit hersteld hebben, zijn we bij u terug.